Het begon op 18 augustus 2006 met een invalbeurtje van een paar minuten. En nu 15 seizoenen later draagt Frank Korpershoek dus voor de 373ste keer het shirt van Telstar. En daarmee is hij nu officieel Fred Bichot gepasseerd en alleen recordhouder. Een prachtig staaltje clubtrouw in een steeds vluchtiger wordende voetbalwereld. De opstelling van Jong PSV ten opzichte van de wedstrijd tegen NAC Breda, 2 wijzigingen. De doelman Maxime de Lange keert terug omdat Vincent Muller met het eerste mee was naar Rosenborg. En met nummer 8 Schoonbrood, hij in de basis. Dat heeft wat wijzigingen met zich meegebracht omdat Pirou er niet bij is. Kyolo daarom weer wat aanvallender en ook Saibari doorgeschoven. En dit de opstelling van Telstar met uiteraard Frank Korpershoek in de gelederen. Ten opzichte van de 6-1 tegen Den Bosch. Geen wijzigingen. Dus voorop Soto en Plet. Het gaat natuurlijk allemaal om hem vandaag. Dit is een overtreding. Vrije trap Telstar. Regeling ook mee naar voren. Daar komt die vrije trap. Het is richting Van Bronckhorst. En daar! Ach, Korpershoek. Ja, als iemand dan een doelpunt moet maken vanavond, dan is het natuurlijk hij. Goed gespeeld dit. Eventjes twijfel bij Schendelaar. Twijfel niet altijd een goede raadgever. Uiteindelijk heeft hij wel de bal. De Haas. Plet. Slim gedaan door Krekels. Mooie schijntrap. Sambo. Thomas. Ontpopt zich hier niet tot kopspecialist. Goed verdedigd door Patinama, Van Doorn, Plet. Van Doorn, goed weggedraaid. Van Doorn, ja, waarom ook niet? Recht op de lange af uiteindelijk. Kyolo, maar niemand van Jong PSV in het 16 meter gebied. Ja, nu Christensen. Die wordt wel gevonden en die laat die bal niet goed op zijn hoofd vallen. En je hoeft niet met veel te zijn als je maar de juiste bereikt. En zo gaat het spel heen en weer. Is het een beetje chaotisch, een beetje rommelig. Edzet. Bronckhorst mee, Plet voor het doel. Oh, het Jong PSV heeft ook genoeg verdedigers mee terug. Dus wordt de bal er weer eventjes uitgehaald. Het is daar zo druk. Het is een moeilijke spel om te vinden. Desondanks komt Telstar een heel eind. Zit er ook wat fortuin bij en is Van Doorn daar heel kansrijk. En in de herkansing gaat de vlag omhoog. Dat deed Telstar knap. Uiteindelijk de ruimte gevonden bij Sven Van Doorn. Goed geplaatst, maar de Lange is een prima keeper. Van Doorn. Patinama moet weer alle zeilen bijzetten om die bal binnen te houden. Nou, dat lukt fraai. Plet laat hem lopen. Thomas. Jong PSV op snelheid eruit. En dat is een aardige bal. Christensen voor het doel. Saibari vooralsnog met de bal aan de voet. Daar is de bal net te scherp. Maar dat past er bijna. En op een avond met amper hoogtepunten. Daar zit er bijna eentje. Sambo. Kyolo. Christensen. Dat is een goede bal. Hier kan een kans aankomen. Het terugtrekken is ook niet onaardig bedacht. Christensen die gaat vrijwillig naar het gras. Absoluut. Goed gezien door Gansner. Goed werk van Krekels. Die centrumverdediger gaat voor gevaar zorgen. Die geeft hem dus wel goed aan Thomas. En Thomas is weer egoïstisch. Dat is de derde keer al dat hij puur aan zichzelf denkt en aan zijn YouTube-filmpjes met al zijn hoogtepunten. Maar niet in teambelang denkt. Corner van Thomas, dat is een goede bal. Krekels. Was kansrijk. De Haas. Hier zit wat in voor Jong PSV. Als er nu de goede keuzes gemaakt worden en de juiste bal wordt gegeven. Via een omweg en met een gelukje zou het kunnen. Maar dit is toch een dot van een kans. En weer vraag je je af, is het afleggen niet een betere dan het zelf doen? Met horten en stoten komt die kans tot stand. En het is weer Thomas. En nu is de keuze om het zelf te doen misschien wel de meest logische, al zal Christensen er anders over denken. Maar het is een kans. Saibari, Christensen voor het doel. Dat is een goede bal. Net niet snel genoeg Christensen. Of de bal te scherp. De Haas. Want het kan natuurlijk nog altijd voor Jong PSV. Sterker nog, het lukt voor Jong PSV. 5-0 scheepsrecht. Bij deze een spreekwoord. Thomas met 1-0. De man die continu uit was op eigen succes. Staat daar randje 16, loopt weg uit de rug van Edzet. En prikt hem binnen. Na goed werk van de Haas ook. En zo Jong PSV op voorsprong. De aanhouder wint, zo kan je het ook zeggen. Plet. En nu is het 3-2. Hoe speelt Jong PSV dit uit? Korpershoek stapt uit, is te laat. Saibari zou naar Christensen moeten. Het gaat naar Christensen en die maakt de 2-0 van. Prachtig uitgespeeld door Jong PSV. En in een heel kort tijdsbestek 2-0. Het is de laatste actie ongeveer van die spits, want die staat op het punt gewisseld te worden. Goed werk ook van Saibari. Niet egoïstisch. En dan wordt die hoek lastig. Maar trapt hij hem er lekker in. En het is voor hem zijn eerste doelpunt van dit seizoen. En dus ook zijn eerste in het shirt van Jong PSV. Schoonbrood. Dat is een goede paas. Kyolo, hoe speelt PSV dit uit? Heel erg goed. Alleen de doelman Schendelaar voorkomt de 3-0. Daar was Sambo dicht bij zijn treffer. Een heel goed werk van Schoonbrood. Deze bal, juist de snelheid. Dan is het 3-1 eigenlijk. Maar ja, die doelman doorzag het gevaar van de doorkomende Sambo. En duikt er bovenop. En dan kan je redden. Kyolo. Langs Korpershoek. Daniels eigenlijk is de enige voor het doel. Die paaslijn is afgesneden. Maar in de tweede instantie is daar Schoonbrood. En dan staat Daniels in de weg. Dat was toch niet de bedoeling van zijn invalbeurt. Om doelpunten van PSV te voorkomen. Overname van Doorn. Bronckhorst. Liesdek, een voetzoeker, geluksbal. Het levert bijna nog wat op. Het levert wat op, maar goed, er was al gevlacht. Goed gezien van de assistent scheidsrechter. Dat Van Velsen buitenspel stond en daardoor Plet niet mocht scoren. Regeltechnisch gezien. Overname Sambo, Kyolo, Daniels Loer, Daniels krijgt, Schendelaar is er net op tijd, maar geeft hem dan met een groot gelukje Pardoes mee. En dan is het 3-0 via Gennaro Daniels. op het gras. Glijdt die bal lekker door. Glijdt Schendelaar ook lekker. En Daniels doet echt een poging om een soort hordenloper Schendelaar te ontwijken. Maar ook hordenlopers raken wel eens die hordes. En natuurlijk mag je dat doelpunt vieren. Van Velsen. In de rug gelopen, vrije trap. Gele kaart zelfs nog. Als aandenken voor deze overtreding. Deed het vorig jaar op de hertgang, Sven van Doorn, ongeveer vanaf deze afstand. Toen iets meer in de as van het veld. Maakte hij de 0-1. Maakt hij nu de 3-1. De Lange zal ook graag de 0 willen houden. En via de lat lukt dat vooralsnog. Klinkt gevaarlijk, een vrije trap op de lat. Maar omdat hij niet in het uiterste hoekje zat, had De Lange goed het oog in. Je gunt het Frank Korpershoek absoluut niet. Maar het zijn wel de feiten. Jong PSV verslaat Telstar op zijn recordavond. Het gebeurde allemaal in de tweede helft. Eigenlijk in een mum van tijd. 2 zeer snelle treffers van Jong PSV. In een tijdsbestek van 3 minuten. Nigel Thomas en Christopher Christensen met de 2-0. En toen was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. En nog een gelukstreffer daarna van de invaller Gennaro Daniels. Met een onfortuinlijke bijrol voor Jasper Schendelaar, de doelman van Telstar. En zo wint Jong PSV voor de 3e keer dit seizoen. En voor het eerst niet van een belofte elftal, maar wel van een eerste elftal.